Vrijdagochtend heeft basisschool De Borne haar nieuwe schoolplein geopend. Het nieuwe plein was het initiatief van de stichting FEHT voor Life, in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation. Het is de bedoeling dat er voor de zomer van 2017 in Tilburg nog minimaal 13 van dit soort schoolpleinen gerealiseerd worden. Nou, het leuke is dat kinderen steeds op verschillende manieren kunnen bewegen. En door het op een schoolplein te doen wordt het heel laagdrempelig voor kinderen. Om onder schooltijd te sporten, maar ook na schooltijd veel meer gebruik te maken van het schoolplein. En het bewegen eigenlijk te stimuleren. Zij zien dus eigenlijk dat je op het plein zelf steeds meer kunt doen met allerlei coatings die hier liggen. Met, dat het niet alleen maar de hoogte in hoeft te gaan of met huisjes of met doeltjes. Maar dat er ook met geverfde stoeptegels een hele hoop mogelijk is. De kinderen van basisschool De Borne hebben met allerlei sportieve acties geld ingezameld voor het plein. We hebben inzamelingsacties gedaan om dit alles hier te krijgen. We hebben dingen klaargelegd om te zorgen waar alles komt en wat alles wordt. En ja, dat was het wel. Wij zijn heel enthousiast over dit schoolplein, omdat wij als school ook steeds meer willen dat niet het accent alleen maar op rekenen en taal ligt, maar ook op bewegen, techniek en cultuur. Dat we dat veel meer met elkaar gaan integreren. En ook door te bewegen kun je rekenen en taaldoelen bereiken. Dus als je op de atletiekbaan loopt, dan kun je tijd opmeten. Je kunt zoveel kilometer per uur uitrekenen. Dus op een hele andere manier met bewegen en met rekenen bezig te zijn. En de kinderen, die zijn ontzettend blij met het nieuwe schoolplein.